magic. I thought that we were special, but it's over. Believe it, I can't fathom this terrible reaction to checking my phone. Damn, you're madder than a mad hatter. Quick, can't believe it's over. Quick, can't you come over? Quick, I miss you, darling. Shit, I'm in love, yeah. I'm not a Casanova. I can't believe it's over. So quick, I called you, you didn't call me. I wanted you, you didn't return my messages. How could you be so thick? And a lot of women own you. Didn't like the fact that I wanted to own you. That's what he said to me. He said that I wanted to lock you down, but you moved into my house, gave me a sign. It was so quick, the way that it happened. Quick, the way that you left me. Quick, can't believe it's over. Can't believe it's over now. I loved you, I really loved you. Can't believe that it's over. Can't believe that we could ever split. I feel it in my stomach. Seem to hold on, I'm sick from the nights it's happening. Medicine just ain't helping. I can't seem to get well. Over, can't believe it's over. Over, can't believe it's over. Over, so quick. Over, 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 so quick. Dankjewel. Looking back on when I was a little nappy-headed girl, then my only worries was for Christmas what could be my toy. Even though we sometimes would not get a thing, we were happy with the joy that they would bring. I wish those days could come back once more. Why did those days ever had to go? 'Cause I wish those days could come back once more. I wish those days could come back once more. 'Cause I'm off them so. Dank jullie wel. Dat hoop ik wel. Wij gaan hier door, dames en heren. Tweede debat. Met als hoofdvraag hoe eigenlijk vrijheid zich verhoudt tot gelijkheid en gelijkwaardigheid. En dat gesprek voeren we met Gerrit van den Burg. Hij is procureur-generaal, oftewel de hoogste baas van het Openbaar Ministerie. Heel erg welkom. Dokter Tamar de Waal, want sinds kort gepromoveerd, begrijp ik, werkzaam voor de Erasmus Universiteit Rotterdam. En Siebe Schaap, al een zeer lange tijd Eerste Kamerlid, schrijver van een heel aantal boeken. Recentelijk ook over het onbehagen, de opkomst van het populisme waar je druk over maakt. Alle drie zeer welkom. Die interessante artikelen 1, waarin één principe staat: iedereen die zich in het land bevindt is voor de wet gelijk, versus artikel 6, waarin je eigenlijk de vrijheid hebt om je te mogen uiten op basis van de religieuze verschillen, en artikel 7, wat daarmee eigenlijk ook weer zegt dat iedereen daarin de vrijheid heeft om zich te mogen uiten, de zogenaamde vrijheid van drukpers. We zien de laatste jaren dat die artikelen eigenlijk op elkaar botsen, dat dat ook heel vaak in de discussie wordt gebruikt om de ander eigenlijk, nou, het recht van spreken ter discussie te stellen of dat te ontnemen. Tamar, hoe kijk je daarnaar? Ik denk dat die spanningen er inderdaad zijn. Maar ik ben het niet eens met dat dat iets van de afgelopen jaren is. Mm-hmm. Ik denk dat een liberaal-democratische rechtsstaat is chronisch eigenlijk in de problemen, doordat ze zowel op individuele vrijheden als op gelijkheidsbeginselen is gebouwd. En ook vaak wordt dan gezegd dat in de multiculturele samenleving dat dan heel erg opspeelt. Maar ik denk dat als je dat toch in een breder historisch perspectief bekijkt, dat dus altijd zo is dat bijvoorbeeld bij de katholieke kerk vrouwen geen
macht mogen hebben, dus geen invloedrijke posities mogen hebben. Dat is al zoiets dat heeft, kent Europa natuurlijk al eeuwen. Ja. Dus dat daar spanningen zijn tussen individuele rechten van mensen en ook de belofte dat je individuele vrijheid van geweten of van meningsuiting hebt. En ook vrijheid van vereniging is ook een belangrijke. Je kan natuurlijk ook een vereniging opstarten die gebaseerd is op bepaalde groepen geen lid mogen zijn. Nou, dat mag je intern zo afspreken. En dat je tegelijkertijd die gelijkheidsnormen hebt. Dus ik denk niet dat het iets van de laatste tijd is, maar dat we daar steeds opnieuw weer over moeten praten, over hoe dat nu weer vormgegeven moet worden. Dat is denk ik een chronisch probleem. Of ja, ik weet niet eens of het een probleem is, maar een aspect van de liberaal democratie. Ja, je zou kunnen zeggen dat is dus bewust zo ingebouwd. Dat is gewoon een kracht en tegenkracht die op elkaar inwerkt. En mits dat onder de goede condities bewaakt wordt, is dat iets van alle tijden. Ja. Of is het toch anders in deze tijd? Zie beschaamd. Nee hoor. Overigens dat artikel 1, dat gaat al verder dan de Nederlandse burgers. Hè? Iedereen die zich in Nederland bevindt, nou, als er zich wat voordoet, wordt gelijk behandeld. En in de tweede plaats staat hier niet direct, letterlijk, gelijk voor de wet. Dus dit artikel strekt in het tweededige zin nog wel ietsje verder. Dan vind ik zelf wel de gelijkheid voor de wet een van de mooiste uitwerkingen, zeg maar, van dit gelijkheidsbeginsel. En ik denk ook dat we daar heel stringent aan moeten vasthouden. En waar die gelijkheid te wensen overlaat, nou, dat verder moeten uitbreiden. Die gelijkheid voor de wet heeft nog, omdat dat eigenlijk het grote bouwwerk van onze samenleving is, hè, structuur geeft. Die gelijkheid voor de wet geeft nog een hele mooie ruimte, waar ook vrijheden en andere rechten in zitten, namelijk de ruimte om ongelijk onder de bescherming van de wet te zijn. En dat is een heel groot verschil, laten we zeggen, met archaïsche tijden. Hè? Toen je de normdwang allemaal gelijk werd. En ook wat in wat populistischer settingen, zeg maar, het gelijkheidsstreven is. Dat wij ook als mens bepaalde, nou ja, dat noemen ze een identiteit, dus gelijkheden erop na moeten houden. Mm-hmm. Maar juist dit gelijkheidsbeginsel, uitgewerkt in gelijk voor de wet, geeft een heleboel ruimte en vrijheden om ongelijk te zijn. Want je wordt als zodanig dan beschermd door die wet. En dat maakt de samenleving vrij. Gerrit van den Burg, dat natuurlijk wel wringt in een aantal best wel recente casussen, waarvan mensen ook het verwijt maken, onder andere naar een openbaar ministerie of in brede zin gewoon justitie. Ja. Er is helemaal niet sprake van gelijkheid voor de wet. De ene demonstrant wordt tegengehouden en wordt niet beschermd. De andere demonstrant mag zich vrijelijk uiten. En dan hebben we het bijvoorbeeld over een Zwarte Pieten discussie. Nou kijk, in ons werk hebben we in de alledaagse realiteit elke keer te maken met schurende waarden. Ik noem het heel erg graag schurende waarden in onze grondwet. En elke keer gaan wij op basis van een melding of een aangifte, gaan we heel secuur kijken of in dit geval de vrijheid van meningsuiting beknot zou moeten worden, gelet op het discriminatieverbod van artikel 1. Denkend in termen van insluiting, vooral ook van diegene het recht heeft in onze samenleving op basis van wat hij wil of doet of uit, net zo'n leven te kunnen leiden als een willekeurig ander. Ja. En het is echt een dun koord waarop je loopt als openbaar ministerie, met uiterst genuanceerde uitwerking in jurisprudentie. Want die vrijheid van meningsuiting is natuurlijk in onze democratische samenleving minstens zo belangrijk. Ja. Het OM, daarvan mag je verwachten dat wij koersvast proberen die weg te begaan om die beide rechten zo goed mogelijk geldend te kunnen laten blijven in onze samenleving. Ik zeg altijd, officieren van justitie zijn geen moraalridders. Hè? Maar officieren van justitie, daar mag je van verwachten dat die koers bepaald wordt. Hm. En toch is er een onheimisch gevoel. Onze spoken word artist die begon er net eigenlijk ook al over, dat mensen toch soms het gevoel hebben, ik ben niet voor die wet gelijk. Ik heb toch eigenlijk het idee dat ik onder een soort curatele sta, of anders wordt beoordeeld, anders wordt behandeld. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En dat is denk ik ook wel een beetje van alle tijden. Zij het, dat door de directe manieren van communicatie tegenwoordig dat veel sneller tot uiting komt. Mm-hmm. En ik zeg wel eens, waar het nog niet zo lang geleden wel heel bijzonder was, en dat de samenleving daar verontrust op reageerde, dat als een incident een terroristisch kenmerk leek te hebben. Huh?
Nu zie je heel veel verontwaardiging als blijkt dat een incident dat niet heeft. Nee. Dat geeft wel heel erg aan hoe wij in onze samenleving wat dat betreft in beweging zijn. Als je kijkt naar bijvoorbeeld dat incident op de brug bij Arnhem. Dat stel dat daar werd mishandeld. Ja. De verontwaardiging is groot als de officier van justitie op basis van datgene wat hij aantreft als bewijs tot de conclusie komt dat volgens nog geen sprake lijkt te zijn van discriminatoire aspecten. Tegelijkertijd maakt dat ook dat resultaat, gelet op de dynamiek die er is geweest, tot op zekere hoogte ook onbevredigend. Ja. En, voelt u zich voldoende gesteund door de politiek? Nou, dat is wel een hele algemene vraag. Laat ik het dan wat preciezer zeggen. In dit soort van gevallen waarin u achteraf moest concluderen, er was geen sprake van terrorisme, er was geen sprake van homo-gerelateerd geweld, werd er in de politiek niet altijd, laat ik zeggen, verdedigend op gereageerd. Nou, kijk, ik vind wel dat, en dat vond ik wel geruststellend om te zien, hè, dat het toch wel echt wel in handen werd gelegd van het OM. Ja. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Dat zeg ik er nadrukkelijk bij. Dat is niet vanzelfsprekend. En ik vind wel, en ik zou dat ietsje willen verplaatsen. Ik mis nog wel eens een keer het debat in de samenleving als het gaat om onze instituties. En dan gaat het niet zozeer over het Openbaar Ministerie, hè, want wij zijn mans genoeg om ook zelf voor onze positie uit te komen. Maar als je het hebt over schuivende panelen en vervlakking ten aanzien van de positionering van onze instituties. Ook verankerd in de grondwet overigens. Ja, ja, dus ja. Daar hebben we het vanavond helemaal niet over. Maar dat zijn ook wel hele belangrijke onderdelen van grondwettelijke bepalingen. Namelijk de trias politica, de uitwerking daarvan. Ja, maar dan nog even precies. Vindt u de macht? En dan mag u. Maar ja, vindt u ja. dan dat politici dat voldoende ook naar voren brengen? Dat ze dat voldoende verdedigen? Nou, niet altijd. Niet altijd. En de politici, hè? De politicus bestaat niet, zeg ik altijd. Er zit er één tegenover je. Dus, ja. Nou ja. Ja, maar één van de politici. Niet ja. altijd. Maar ik vind dat politici zich heel veel moeten onthouden, heel ver moeten onthouden. Ja. Dus van bemoeizucht met het OM en met de rechterlijke macht. Ja. De enige manier waarop politici daar invloed op moeten uitoefenen, dat is via wetgeving. Zeker. Als zij denken, hier gaat iets niet goed met het werk van de justitiële keten dan of zoiets, dan moet je zorgen dat de wet erop wordt aangepast, zodat het wel weer goed gaat in de ogen van de hoogste autoriteit in dat land, en dat is de wetgever. En voor de rest die bemoeizucht, dus vanuit nou, meestal één kamer, die eerste kamer hoor je niet zoveel, maar dat is me goed ook trouwens. De bemoeizucht met wat daar gebeurt, die vind ik af en toe stuitend. Dat moet helemaal niet gebeuren. Want Tamar, vind jij dat iets wat zich inderdaad meer of minder heeft ontwikkeld? We hadden het net al, ik ga je uitleggen waarom ik het je vraag. Er werd net al even gezegd, rondom Europa wordt vaak toch een beetje, ik zeg het woord er maar, populistisch gedaan. Van ja, dat hebben ze voor ons besloten, daar konden we eigenlijk ook niks aan doen. Terwijl je er eigenlijk pal voor zou moeten staan, omdat je er gewoon mee hebt ingestemd. Gebeurt datzelfde ook met nationale discussies, zoals bijvoorbeeld de discussie over de rol die het Openbaar Ministerie wel of niet goed heeft gespeeld. Heb je het gevoel dat politici zich veel ruimte permitteren om een soort afstand te laten ontstaan? Nou, ik denk dat wel belangrijk is om te beseffen dat zo'n artikel 1 als van de grondwet, die is even belangrijk als ongrijpbaar. Namelijk, hij zegt dat gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden. Maar dan begint natuurlijk eigenlijk de discussie, wat is nou een gelijk geval? En je ziet dat dat helemaal niet is dat alleen maar door de rechterlijke macht kan worden vastgesteld of alleen maar door de politiek, maar dat daar een hele constante dynamiek is tussen de maatschappij en wat we met zo'n artikel doen. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld vroeger mochten homoseksuelen niet trouwen, want dat was evident een ongelijk geval. Nou, nu is er dus in de maatschappij ook een discussie gekomen en nou is dat eigenlijk iedereen, nou niet iedereen, maar de grote meerderheid in Nederland is uniek in de wereld daarin, is het erover eens dat homoseksuelen wel moeten kunnen trouwen. En nu zien wij dat ook in artikel 1 weerspiegeld. Voor de evident. Wet gelijk. Ja. Ja, mensen houden van elkaar, ze willen trouwen, gelijk geval. Terwijl dat zit natuurlijk een hele andere geschiedenis aan vast. Dus dat zo'n artikel steeds opnieuw bevochten moet worden en dat daar ook een rol voor is voor het maatschappelijk middenveld, maar ook voor politici die bijvoorbeeld de emancipatie van een groep, in dit geval homoseksuelen, op de kaart willen zetten. Ja, die kunnen zich ook weer beroepen op dat artikel 1. Ja. Want artikel 1 is op zichzelf, het is natuurlijk een artikel van de grondwet en in die zin recht. Maar misschien is het qua als rechtspolitiek element van, het staat ook op de Tweede Kamer, staat artikel 1, dat wij streven naar een land dat een gemeenschap van gelijkwaardigen is. En dat inderdaad juist een diverse groep feitelijk van burgers als gelijkwaardigen samen in één gemeenschap. Wat betekent dat?
Ja, dat is ook natuurlijk niet alleen maar een taak van het Openbaar Ministerie of de rechterlijke macht. Dus dat ene artikel, daar kookt eigenlijk heel veel omheen. En zeker ook de maatschappij en de politici. Dus dat ze zich daar helemaal van zouden moeten onthouden, dat is denk ik niet de goede analyse. Wat wel zo is, is dat ze natuurlijk de rechterlijke macht niet in hun legitimiteit moeten gaan ondermijnen. Ja. Dat ze moeten gaan zeggen dat... Nou, laat ik het dan eens wat anders vragen. En toch ook een beetje een gewetensvraag als lid van de Eerste Kamer. En u bent dat al lang. Heeft u nou wel eens het gevoel dat de Tweede Kamer zich een hoop permitteert in de wetenschap? Ach, het is misschien wel niet helemaal grondwettelijk in orde. Het is misschien wat ruim geïnterpreteerd. Maar zij zullen dat straks wel repareren. Die Eerste Kamer is uiteindelijk onze last waterhole. Daar wordt uiteindelijk alles wel weer rechtgestreken. En dan kunnen wij voor de bühne misschien wel een beetje meer rock'n'roll laten zien dan eigenlijk zou moeten. Ik denk niet dat de Tweede Kamer zomaar denkt van wij wetgeven er lekker op los en als het brandhout is dan repareert de Eerste Kamer het wel. Ik ben wel van mening dat het scherpe gevoel voor deugdelijke wetgeving een beetje aan het wegebben is. En niet alleen in de Tweede Kamer, ook in kabinetten en ook op departementen. Ik heb het sterke gevoel dat op de departementen het aantal wetgevingsjuristen aardig aan het slinken is en dat die vervangen worden door beleidsjuristen en enthousiast werken onder de regie van het kabinet en daarachter dus ook de Tweede Kamer die in de formatie van alles wil en beloofd heeft. En dat het strak formuleren in wettelijke teksten dat minder aandacht krijgt, dat slordiger wordt. En daar maak ik mij grote zorgen over. Wij verwerpen niet snel een wet in de Eerste Kamer, dat is nogal wat, maar het gebeurt wel vaker en zeker met initiatiefwetten uit de Tweede Kamer. Er ligt er nu net weer eentje, de wet op het terugdringen van de kinderarbeid wereldwijd, die op behoorlijke weerstand in de Eerste Kamer is gestuurd vanwege, laat ik het maar zo zeggen, slordigheid in de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van die wet. Dus daar ligt een probleem en... In die zin zou een Tweede Kamer, maar ook een kabinet, scherper moeten kijken ook naar het normenkader dat er in de grondwet verpakt ligt. Want je zei net van, nou, het is ook een beweegbaar geheel, hè, ook dat artikel 1. Ja, en dat is maar goed ook. Maar dat is ook geen strakke wetgeving die direct toegepast wordt. Die mag ook niet direct toegepast worden. Daar is hij niet voor bedoeld. Hij moet eigenlijk de grondslag vormen voor nadere wetgeving. En dat normatieve element, dat is bewegelijk en dat moet het blijven ook. Gerrit van den Burg, herkent u dat sloppy aspect? Dat er onvoldoende scherp en goed doordachte wetgeving wordt gemaakt, zeker ook in relatie van die toetsing naar de grondrechten? Nou ja, er is wel wetgeving. Waarvan blijkt in de praktijk dat het moeilijk hanteerbaar is. Omdat het onvoldoende kader schetst. Onvoldoende kader om te handhaven of onvoldoende uitgangspunten, onvoldoende grondslagen, dat kan ook. En dat maak je best wel eens mee. Kijk, wetgeving is ook een beleidsinstrument geworden. Gaat de politieke strekking gaat met enige regelmaat verder dan wetgeving als instrument. Kijk, jullie zeggen dit met mooie woorden, maar je zegt daarmee toch, het is toch ook een beetje voor de bühne geschreven? Nee, dat zeg ik niet. Nee. Maar probeer het even. Ja, dat begrijp ik. dat hoor je mij niet zeggen. Maar er wordt wel wetgeving geschreven vanuit maakbaarheid. Dus de maakbaarheidsgedachte is nog wel eens leidend voor een wetgevingsambitie. Ja. En ik denk dat wat minder maakbaar is vaak. Als het gaat om complexe maatschappelijke thema's dan dat de wetgever dan voor ogen heeft. Maar dan toch die belangrijke vraag terug. Wordt dat inzicht voldoende verdedigd in de Tweede Kamer? Dat het uiteindelijk ook toetsbaar moet zijn. Dat het uiteindelijk ook uitvoerbaar moet zijn. En dat het uiteindelijk moet kloppen. En handhaafbaar moet zijn. Nou, u kijkt er 10 jaar tegenover. U ziet dat allemaal gebeuren. Ik heb 1 keer een wetje meegemaakt. Dat ging over porno. Niet ik veel met dieren of zoiets. En dat was een onmogelijk wetje. Wat waarschijnlijk ook nooit in uitvoering is genomen. Maar seks met dieren. Ik heb wel geleerd in de Eerste Kamer. Kijk eerst even naar de definities die voor in de wet staan. Want als dat brandhout is, dan deugt de rest ook niet. En je gelooft het niet. Seks met dieren. Het begrip seks werd niet gedefinieerd. Want de initiatiefwetgever kwam er niet uit. Want nou ja, een kat aaien, wat is dat nou? Hè? Daar ga je al. Ja. En er stond er in de memorie van toelichting bij van, we konden dit niet goed definiëren, maar dat geeft het niet, want er komt vanzelf een geval bij de rechter terecht.
Nou, dan heb je het dieptepunt als wetgever ongeveer bereikt. Dat je daar in de memorie van toelichting zegt van laat de rechter zometeen maar wetgever spelen. En dat mogen wij in de scheiding der machten, dus de rechterlijke macht, nooit aandoen. De rechter moet wel zeker weten dat hij een individueel geval kan toetsen aan de wettelijke regel. En zo strak moet die regel eruit zien. Tamar, dus ik wou maar zeggen, wordt dat spel nog goed gespeeld vanuit die trias politica? Dat het inderdaad op die manier controleerbaar en nou ja, ik denk dat het dat je moet kijken naar welke context het beleid, in welke context het zit. Want voor de verkiezingen zijn er twee rapporten geweest. Eentje van de Orde van Advocaten en de ander van het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten. En ze hebben gekeken naar hoe de politiek, dus verschillende politieke partijen, de rechtsstaat steunde of mensenrechten steunde of juist niet. En daar kwam dus uit dat toch best wel veel partijen in de Tweede Kamer en ook bijvoorbeeld de VVD en het CDA, toch wel historische middenpartijen, dat die toch wel een dikke onvoldoende haalden in die rapporten. En dat was niet op alle terreinen, maar dat was op terreinen van antiterrorisme maatregelen, migratie en vluchtelingenopvang. Ja. En dat was dan op basis van hun wetsvoorstellen en stemgedrag, welke moties ze dan steunden. Dat is dat dan, wensdenken geweest natuurlijk. Ja, en ik heb zelf onderzoek gedaan naar inburgering. Daar ben ik op gepromoveerd dus. En ik heb ook wel in mijn onderzoek dus wel een voorbeeld van wat jij net noemde. Inburgering in een notendop is wat mensen moeten doen als ze een status hebben in Nederland. Dus ze zijn eigenlijk al gemigreerd om permanent verblijf te krijgen. En in de Nederlandse wet daarover, daarin staat dat op het moment dat je het niet haalt, dat je je verblijfsrecht kan verliezen. Dus die examens van wanneer gaan Nederlanders bij elkaar op bezoek om 4, 5 of 6 uur, die bizarre examens. Als je dat dan niet haalt, dan zou je verblijfsrecht kunnen verliezen. Nou, dat kan niet, want de mensen die dat moeten doen, die worden beschermd door internationaal recht. En het interessante is dat men dat dus wist. Dus er is tijdens de debatten gezegd, ja, dat staat er wel en dat is heel belangrijk dat het er staat. Want blijkbaar is dat dus symbolisch streng. Maar mensen, ze zullen hun verblijfsrecht niet verliezen vanwege de gezinsherenigingsrichtlijn. Nou ja. Dus dat was zelfs het argument in de Eerste Kamer van minister Leers toen de tijd. Van nou, dat constitutionele probleem dat die mensen misschien buitenproportioneel hun verblijfsrecht verliezen. Ja, dat is geen reëel probleem, want dat kan dus niet. Maar u dan ga je dus meteen, heel raar wetgeving. U bent toen meteen in actie gekomen, dat kan haast niet anders. Ik heb een brede portefeuille, maar dit zit er toevallig niet in. Maar dat ontslaat mij niet natuurlijk van stemgedrag. Dat is zo. Nee, maar u bent dan tegen gaan stemmen waarschijnlijk. Ja, daar heb ik nog maar net. De Eerste Kamer mag niet amenderen, dus we kunnen niet bijslijpen als er wat verkeerd staat. Ah, daar zijn we al. En dat, nee, dat is op zich wel. Kijk, de echte invloed die als Eerste maar Kamer... Maar even heel precies. Hebben. Ik ga het niet moeilijker maken dan dit. Nee, maar het is even heel precies. U zou op dit moment moeten kunnen zeggen, ja, wacht eens even. Dit is inderdaad een wet die eigenlijk onuitvoerbaar is. Die in strijd is met verdragen die we ook hebben ondertekend. Klopt. Allemaal mooi en aardig. Leuk die afspraken. Nee. Of we sturen die wet terug naar de Tweede Kamer. Ten novellering noemen we dat. Dus dat is dan pseudo-amendering. Dat zegt, haal dit artikel er maar uit. Als jullie dat lukt en die komt terug, dan stemmen we er mee in. Ja. Dat gebeurt een enkele keer ook. Mm-hmm. En er zijn wetten waarin dat zelfs vrij zwaar is gebeurd. Het is niet helemaal netjes, omdat dan de Eerste Kamer toch min of meer aan pseudo-amendering gaat doen. Ja. Maar ja, dan kom je wel op de vraag. Wegstemmen, dat is draconisch als de hele wereld op een wet zit te wachten. Begrijp ik. Maar als we dit nou constateren, dat die druk inderdaad ingewikkeld is, en dat u misschien ook wel zegt, ja, daar is die Eerste Kamer eigenlijk niet voor bedoeld, dan komen we toch weer op die vraag, ontbeert Nederland dan niet toch een constitutioneel hof? Tom IJsbers heeft aangegeven, nee, niet aan beginnen. Vooral die Duitsers, dat doen ze helemaal verkeerd. Maar klaarblijkelijk is die toetsing ook niet helemaal geborgd in de Eerste Kamer. Nou. Maar ik weet niet of je nou met het beste voorbeeld dit op tafel legt. Ja. He? Een constitutioneel hof toetst dan de constitutie. U heeft een beter voorbeeld. Nou, nee, dat hoor je mij niet zeggen. Ik heb misschien wel een voorbeeld. Wat ik nog even zou willen zeggen is dat waar we het nu over hebben gaat over gebrekkige grondslagen. Ja. CQ betrekkelijke handhaafbaarheid. Ja. Te weinig houvast voor de praktijk. Ja. Maar we hebben het niet over toetsing aan de grondwet. Als het gaat om de beginselen die de grondwet staan geformuleerd. Nou ja, maar er wordt toch gezegd, uiteindelijk, wij hopen, hebben we net al eerder geconstateerd, dat er een Eerste Kamer uiteindelijk een soort laatste line of defense is. Dat klopt. Ja. En we horen ook tegelijkertijd dat dat niet altijd even makkelijk is, gezien die politieke discussie en het feit dat dat wensdenken is, et cetera. En dan is dan de vraag, wat moet je daar dan tegenover stellen, of moet die Eerste Kamer wat scherper worden?
Nou, een ander voorbeeld dat ik dus zou kunnen noemen, dat is in de hoek van de antiterreurwetgeving. Dat is dat op dit moment in Nederland mensen hun Nederlanderschap kunnen verliezen op het moment dat ze een dubbel paspoort hebben. Op het moment dat ze worden verdacht van participeren in terroristische activiteiten of alleen een terroristisch trainingskamp. Maar dat is iets dat de minister kan doen en er is geen volledige rechtsgang voor nodig. Dus dat kan op basis van informatie van de AIVD, die ook nog eens geheim blijft omdat het informatie is van de AIVD. Dus op basis van een verdenking zonder volledige rechtsgang kan iemand, en dat is een van de zwaarste straffen die je kan hebben, nou levenslang en dan nummer 2 denaturalisatie, ook historisch heel beladen strafoplegging. Maar goed, je kan er misschien in bepaalde omstandigheden toe besluiten, dat is nog een discussie op zichzelf, maar zonder dus een volledig proces. En niet toetsbaar. Dat in Nederland door de Eerste en Tweede Kamer is gekomen, daar ben ik echt heel verbaasd over. En sentimenteel hebben mensen er niet veel mee, want ja, als iemand in Syrië aan het moorden is, wat geef je om zo iemand? En op een emotioneel niveau snap ik dat ook wel. Maar vanuit de rechtsstaat gedacht, vind ik dat dus in de afgelopen paar jaren er doorheen is gekomen. Dat vind ik wel iets zeggen. Ja. Dus ook zeker dat er dus een standaard is dat op het moment dat het met mensen met dubbele paspoorten, terrorisme, maar dat is natuurlijk nooit echt heel populair. Nou, dit baart u natuurlijk ook grote zorgen. U schrijft boeken over opkomst van populisme en dit soort zaken. Dus ook hier geldt, ruggetje recht. Zelfs een boek geschreven over een beetje de bedreiging van de rechtsstaat. Ja. En had ook met dit soort dingen te maken. Ook met het afkalven van instituties in algemene zin. Maar ook met, laten we zeggen, deze onzorgvuldigheden. Hoe gebeurt het nou dat de Eerste Kamer daarvoor stemt? Daar ben ik toch wel geïnteresseerd in. Dat is, er wordt wel gezegd, de Eerste Kamer wordt politieker. Ik geloof dat niet. Althans, misschien af en toe eens een klein beetje, maar ik denk wel dat wij heel strak toetsen dus op die drie zaken. Hè? De systematiek van wetgeving, dus ook een beetje aansluiting op wat er dan bedoeld wordt in de grondwet. De uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid. Maar dan komt het, als er onvolkomenheden in een wet staan en die bredere wet, los van het één artikel of nog eens een artikeltje. Die bredere wet, er wordt wel op gewacht om dan die wet weg te stemmen. Dan ben je zo 1 of 1,5 jaar verder voordat er een verbeterde versie van die wet ligt. En dat zijn akelige momenten dus, dat je dan een keuze moet maken. Siebe, neem ons dan eens even mee. Je loopt dan op dat moment, net voordat je gaat stemmen, eventjes die wc in. Je kijkt in de spiegel en wat denk je dan? Nou, dat het een voorstellen met de moed der wanhoop is. Ja, ja. Dat is zo, dat gebeurt. En wat zou je dan verzuchten als zeg maar, wat er, hebben we nou toch nodig? Er zijn ergere voorbeelden dan een wet met zo'n artikel. Misschien dat mijn overbuurman het ook kan beamen. Het meest schrikbarende voorbeeld van slechte wetgeving die ik heb meegemaakt, dat is de politiewet. En die werd al op een hele verkeerde manier werd die op gang gebracht door te zeggen van de politie moet meer boeven vangen. In plaats van de openbare orde moet beter bewaakt worden, ik noem maar eens wat. Om dat te doen maken we van de nationale politie en fuseren dan vervolgens ook nog even 2 departementen. En daar leggen we dan even een, over dat hele gedoe, hè, dus die hele stelselwijziging, daar leggen we dan even een wet overheen. En die wet werd, weet ik ook bijna zeker, door te weinig wetsjuristen werd die geschreven, die was ook zo klaar. Kwam de Tweede Kamer terecht, terwijl minister opstelt en al bezig was die wet uit te voeren. Ja. Nou, dat soort processen. En zo'n wet gaat dan in no time door de Tweede Kamer heen, wordt zo ongeveer met algemene stemmen aangenomen, komt dan met de Eerste Kamer terecht. Nou, een paar hoogleraren en wat bestuurders die met hun praktijk en die dus ook met de politie te maken hebben gehad. En je moet dan zo'n wet behandelen. Nou, wat je dan overkomt. Nou, was er ook geen woord voor. Ik ben ook even benieuwd naar Gerrit van der Deur. Ben ik een slapeloze nacht, hoor. Dat wil ik je wel vertellen, want dat gaat een beetje rommelen met mijn geweten. Nou, juridisch geweten dan, of weet ik veel. Ja. Kijk, de commissie Kuiken heeft net geadviseerd. Hè, en die heeft gezegd, in de wetgeving moeten wat aanpassingen komen. Dat heeft vooral ook weer te maken met de scheiding tussen gezag en beheer en het waarmaken van verantwoordelijkheden met daaraan gekoppelde bevoegdheden. Precies, die hele riedel. Ja. Toch hoor je mij niet al te zeer mopperen. Ja, misschien wel op de wet, een onderdeel van die wet, maar niet op het feit dat er is gekozen voor nationale politie. Nee, dat is het. Wacht even, meneer Van der Burg, dat was volgens mij niet het punt. Het ging meer over de kwaliteit van de wetgeving en de manier waarop het uiteindelijk door die parlementen werd gejast. Het over het democratisch proces. De snelheid, het is wel heel de snelheid, de oplegging van bovenaf in plaats van die reorganisatie, een beweging van onderaf er aan toe te voegen. Ja. En wat je bij al die reorganisaties
ook op basis van wetgeving moet doen. Neem de tijd, doe het zorgvuldig. Nou, dit vind ik nou een voorbeeld van hoe het helemaal niet had gemoeten. Nou ja, wat je wel zag was dat ook toen was de gedachte aan maakbaarheid was wel vrij dominant. Ja, dat was politiek in de politiek. Giga. En je ziet nu, we zijn 5 jaar bezig, hè, met de ombuiging van de politie. Dat we nog lang niet klaar zijn. Dat er wel stappen zijn gezet, maar er zijn nog een heleboel dingen te doen. Dus dat was wel heel veel te ambitieus, ja. Maar als we dit nou horen, dat eufemistische woordje maakbaarheid, dat staat toch eigenlijk voor we jassen het er doorheen en we kijken achteraf of er wat te repareren moet zijn. Wat vind je daar dan in grondwettelijke zin van? Nou ja, ik vraag me dan af, als ik deze discussie dan zo hoor, wanneer dan wel echt een rode lijn er is. Dus bijvoorbeeld denaturaliseren zonder proces. Dat lijkt mij gewoon, dat moet je niet doen. Ja. En dan denk ik toch dat de Eerste Kamer, ja, ze wachten misschien op een wet. En die wetten zitten 1,5 jaar in de pijpleiding. En ja, misschien een beetje vertraging en zo. Maar als je dat alleen al hoort, dus dit soort veroordeling zonder volledig proces, dat is volgens mij een reden om gewoon een streep doorheen te trekken. Ja. Dus ik vind het wel zorgelijk dat in zo'n evident geval, dat er dan nog steeds doorheen komt voor pragmatische redenen. Want ik denk, ja, als je zo gaat wegen maar met constitutionele rechten. Even hardop nadenken. We kunnen op zich zijn pijn begrijpen. Soms gaat het zo. Dat is die politieke druk. Misschien moeten we gewoon zeggen, we kunnen de Eerste Kamer die verantwoordelijkheid dus nog niet helemaal geven. Je moet toch dat constitutionele hof hebben. Of er moet een andere soort last water. Of toch een dieper constitutioneel besef in de Eerste Kamer. Dus dat toch de taak van de Eerste Kamer is de grondwettelijkheid of de rechtsstatelijkheid en de uitvoerbaarheid. Dat is dan meer een praktijk. Om dat te controleren. Ik zou het nog eventjes dan de bal nog wat voor me uit willen spelen. Ook een veel beter constitutioneel besef. En nog een paar van die mooie, laten we zeggen, fundamentele zaken. Ook bij kabinetten en ook in de Tweede Kamer. Ja. Want het is wel makkelijk om het, laten we zeggen, allemaal even over dat plein heen te duwen van als het niet klopt, dan vertellen jullie het maar even. Maar zie beschaafd, dan zeg je toch eigenlijk met zoveel woorden wat ik je net al eerder vroeg. Wordt er niet lekker een beetje losgevoetbald in de hoop dat het in de Eerste Kamer dan toch nog wel weer een beetje... In de hoop dat wij braaf knikken en gauw voorstemmen en dan is het voor elkaar. Dat is de grote discussie die elke keer weer losbarst. Dat hoort natuurlijk niet iedereen in het openbaar, maar die wel losbarst tussen de Eerste Kamer en Tweede Kamer. Van kunnen jullie in hemelsnaam niet een beetje zorgvuldiger zijn en zelf ook gaan letten op uitvoerbaarheid en vooral handhaafbaarheid. Want als dat niet goed voor elkaar is, dan komt het allemaal in de justitiële keten terecht die niet meer weten hoe ze hiermee moeten omgaan. En je legt uiteindelijk de bal bij de rechter waar die niet mag liggen. De rechter moet helder kunnen oordelen over de bedoeling van een wet, zodat een individueel geval kan worden beoordeeld. Okay. En dat ontbreekt nog alles. Laatste van den Burg. Ja, ik wil niet semantisch klinken, maar het woord veroordeling wordt in de mond genomen. Maar als het gaat om de bestuurlijke toepassing van die maatregel, kan je niet spreken van een veroordeling. Want de veroordeling, dan heb je het per definitie over het strafrecht. Heb je het over het strafrecht? Heb je een toepassing van het strafrecht? Ja. Bovendien is er ook nog een bezwaarmogelijkheid bij de bestuursrechter. Dus er is wel degelijk een rechtsingang. Maar daarmee wil ik het niet kleiner maken, overigens. Maar dat past wel om dat te zeggen. Kijk, wat ik nog wel wil zeggen. We discussiëren wat over dat constitutionele hof. Als zij er niet uitkomen, of er dan niet iets anders moet worden geïnitieerd om die rode lijn te bewaken. Ja, maar kijk, ik wil het dan toch weer graag terugbrengen naar de praktijk. Hè, want je kan discussies voeren met elkaar over constitutionele hoven. Hè, niet onbelangrijk wellicht. Maar in de praktijk, en dat wil ik toch wel graag nog een keer benadrukken. In de praktijk van ons werk is het gedachtegoed van de grondwet heel erg belangrijk. Hè. Of je het nu hebt over waar we in het begin van het gesprek waren. Hè, namelijk het discriminatieverbod versus de vrijheid van meningsuiting. Of je hebt het over de vrijheid van vereniging. Hè, met de bandidos, hè, uitspraak van afgelopen week. Dat is ook echt een schurende waarde. Ja. Of je het hebt over de privacybescherming die ook in de grondwet zit. Het is echt heel dominant in ons werk. Zonder dat er op dit moment getoetst wordt. Laat ik het dan nog even anders vragen aan u. Heeft u het gevoel dat er op dit moment voldoende naar uw zorgen geluisterd wordt als het om dat soort dingen gaat? Nou, wij praten in onze zaken. En wat ik net heb gezegd, dat vind ik dat er in het maatschappelijk debat, en niet uitsluitend in de politiek overigens, in het maatschappelijk debat hoor je te weinig over de rechtsstaat. En over de belangrijke waarborgen die we daarin met elkaar te verdedigen hebben en waar we ook met elkaar verantwoordelijk voor zijn. Ja. Okay. Want de rechtsstaat gaat heel veel Jij verder mag dan aanvullen, alleen maar het parlement. En dan hebben we nog een klein los vraagje aan jullie als panel. Ga je Ik wil even aanvullen, omdat ik denk dat
In mijn onderzoek laat ik ook zien dat er een bredere tendens is dat ook de rechtsstaat steeds meer als een soort van ons cultureel Nederlands wordt beschouwd ten opzichte van de dan niet-culturele buitenstaander die dan wel Nederlands burgerschap heeft, maar dan toch niet helemaal bij die groep hoort. Ja. Bijvoorbeeld als je de Van Schoollezingen van de afgelopen 2 jaar beluistert, zowel van minister Schippers toen als Buma nu, dan gaat het eigenlijk over de gewone of de culturele of de normale Nederlander met een joods-christelijke cultuur ten opzichte van die andere Nederlander zonder joods-christelijke cultuur. En je ziet dus ook dat er bijvoorbeeld in die rapporten die ik net noemde, dat de wetsvoorstellen die er doorheen komen, die dus op gespannen voet staan met de rechtsstaat, die hebben met name toepassing op die niet-culturele Nederlander. Dus we zien een gebrek aan ook constitutioneel besef dat dat voor iedereen geldt, artikel 1 van de grondwet. Maar we hebben eigenlijk steeds meer een idee dat we dan die subgroep van Nederlanders, die cultureel Nederlanders zijn, dat die zichzelf mogen beschermen, zelfs met niet-rechtsstatelijke maatregelen, ten opzichte van die niet-culturele Nederlander. En dat is een hele rare wending eigenlijk in het debat geweest, die gek genoeg grote invloed heeft op de rechtsstaat, want de grote partijen in de Tweede Kamer, die hebben nu deze taal. En die hebben dus ook de zetels om wetgeving in te voeren. Waardoor dat dus nu misschien wel een van de grootste bedreigingen is van bijvoorbeeld het gelijkheidsbeginsel. En dan heb ik denk ik toch ook een mooi voorbeeld wat laat zien dat misschien dat ook weer toch wel veel verder teruggaat. Want er kwam een meneer in de pauze naar mij toe. Stelt u zichzelf even voor. Mijn naam is Ben Kaseppo, ik ben een Papua. En inboorling die door Nederland dan hier is gebracht. En u had de vraag, ja, dat grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden. Mijn vraag is de definitie van het Koninkrijk der Nederlanden. Omdat ik bij de rechtbank veroordeeld ben dat ik geen volledige Nederlander ben. Want Nederlands-Nigunea behoort niet tot het Koninkrijk der Nederlanden. Alleen de definitie volgens de rechtbank is, het Koninkrijk der Nederlanden is het vasteland in Europa. Wat blijkt later dat bovenmensen eilanden gemeenten zijn geworden van Nederland. Hoe kan dat? Ja. Dat is een discriminatie. En wat heeft dat dan voor consequentie voor u in de praktijk? Nou, dat ik mijn AOW niet volledig uitgekeerd krijg. Ik heb de Kamer op aangesproken. Kamerbreed zeggen ze van, we gaan u helpen, we gaan het repareren. En u was geloof ik wel in Nederlandse krijgsdienst. Ik heb 2 jaar mijn dienstplicht gedaan. Ja. Ik heb Hare Majesteit Wapen ook gedragen. Dus, Oké. Nou, dat is toch wel een interessante vraag. En niet alleen interessant, volkomen relevant. Nou, het Koninkrijk der Nederlanden is ooit heel groot geweest. Het is behoorlijk afgebrokkeld. En het bestaat nu nog uit het vasteland hier in Europa, als ik het zo mag zeggen, plus 3 eilanden in de Caribbean. 3 hebben zich afgesproken. Ja, dat kan niet, want we hadden toen Suriname, Nederlands Antillen en Nederlands-Nigunea. Ja, toen dus. Maar deze rechtsgang, als die terugwerkende kracht heeft, ja dan, maar daar ben ik geen expert in. Dat zou moeten worden teruggekeken naar het opbouwen van die recht binnen het kader van toen Koninkrijk. Weet jij dat? In hoeverre op een gegeven moment zo'n grondwet op het moment dat letterlijk het land kleiner is geworden dan met terugwerkende kracht kan blijven gelden voor het oude landsdeel? Of wordt dat inderdaad op een gegeven moment dan letterlijk ingeperkt? Hoe zit dat? Ja, ik weet niet de precieze regels hierover, maar dit lijkt me ook typisch een geval van, wordt dit als een gelijk geval gezien, namelijk iemand die dienstplicht toen, heeft gedaan en et cetera. Dus vanuit dat perspectief zou je zeggen evident een gelijk geval. Maar misschien hebben zij dan weer een grond om te zeggen, ja, het is evident een ongelijk geval. Dus dit laat ook weer meteen de ongrijpbaarheid van het artikel zien. Ja. Maar ik zou de details juridisch niet weten. Ik hoop dat er iemand in de zaal straks even naar u toe komt om u misschien nog weer verder te kunnen bijstaan. Vijf jaar door de neus geboord. Daarom. Niet onbelangrijk lijkt mij. Ik wil jullie hier alle 3 ongelooflijk bedanken voor het gesprek aan tafel. Dank jullie wel. En het woord is aan Sjaan Flikweert. Ga je gang. Dank u wel. Ik neem u allen weer even mee. We zoomen weer even uit, want we zijn erg ingezoomd. En we zoomen weer even uit naar het dagelijks leven, een brief van een moeder naar haar zoon. Lieve zoon, ineens ben je 6 jaar. Je begon als een intiem verlangen, toen een zwart-wit foto, een dossier, een markering op de kalender je kwam. De ambulance, een gynaecoloog, een ziekenhuisbed, je bent er niet zomaar. Ik deed het niet alleen, niemand kan alles alleen. Je hebt het recht om hier te zijn, Saro. Je bent nu op school en leert lezen en schrijven.
Soms jengel je dat je geen zin hebt en vraagt mij waarom. Waarom moet het? En dan spreek ik je streng toe, dat zijn de regels. Als je met een pruilip je schoenen aantrekt, zeg ik dat ik je snap. Iedereen heeft dit, Saro. Vaak moet je dingen doen zonder te weten waarom, Saro. Er zijn zoveel vragen waar ik geen antwoord op heb. Zoveel mensen, zoveel verschillende levens en ieder een eigen wil. Terwijl ik deze brief schrijf, ben ik helemaal aan de andere kant van de wereld. Het is fijn hier. Als je heel lang naar het zuiden zou lopen, dan zou je bij mij uitkomen en dat kan je zien op de wereldkaart die in de klas hangt. En de volgende keer neem ik je mee, Saro, maar nu moet je leren. Ik mis je. Meestal als ik je mis, vraag ik me af waarom ik bij je wegga. Jij hebt mij nodig, maar ik heb jou ook nodig. En straks als jij groot bent, dan mag jij ook reizen. Dan stel ik me voor dat je weggaat en dat ik thuis op je wacht klaar zit aan tafel met koud geworden thee en crackers voor als je terug zou komen. En als je dan terugkomt, dan zouden we de thee drinken en ik zou niets zeggen zodat jij kunt vertellen. En als je dat niet zou willen, dan zou ik muziek opzetten om je zwijgen goed te keuren. Ik hoop dat we over 10 jaar nog steeds samen gekke dansjes doen, Saro. Alles zal voor altijd veranderen, Saro. Maar je kunt geen geluk vinden als je niet terug naar het verleden gaat, Saro. Je kan niet weten wie je bent als je niet weet waar je vandaan komt. En dat zul je leren. Je hebt het recht om te weten waar je vandaan komt. Meestal vraag ik me af wat ik nog meer nodig heb dan je aanwezigheid, je knuffels bij het ontwaken en een kus als de bel van school gaat. Jij bent niet van mij. Jij bent niet mijn bezit. Maar ik wil niet meer zonder je. En dat is best wel moeilijk om niet zonder iemand anders te willen. En dat zul je ook leren, Saro. Ik hoop niet dat je denkt dat ik weg ben gegaan omdat ik niet bij jou wil zijn, want dat is niet zo. Mensen gaan soms bij je weg, ook als ze wel bij je willen zijn, Saro. Ik heb mezelf afgevraagd of ik naar de andere kant van de wereld kan reizen en dan nog steeds een goede moeder voor je kan zijn. Ik heb getwijfeld. Maar nu ik hier ben, twijfel ik niet meer en daarom schrijf ik je deze brief. Er zijn namelijk veel dingen die ik niet begrijp. En om ze te begrijpen, moet ik met mensen praten. Mensen die straten bewonen, die dezelfde namen hebben als de straten waar wij in wonen. Mensen die inkt hebben in bloedvaten en poëzie op hun huiden, dappere mensen. Zoek altijd naar dappere mensen, Saro. Het zijn de dappere mensen die ons gelijk hebben gemaakt. Ik luister en praat en maak me klaar voor de dag dat jij het nodig hebt, dat ik het begrijp. Ik doe mijn best. Wij zijn verschillend. Op een dag zul je dat leren. Wij zijn niet verschillend onder ons dak of in hoe wij 's ochtends elkaar onze dromen vertellen. Maar in deze wereld zijn wij verschillend. De eerste die jou het gevoel gaf minderwaardig te zijn was hier, in jouw geboortestad. Je was nog maar 4. En ik kan niet beloven dat het de laatste zal zijn. Jij vroeg mij onlangs waarom mensen gemeen zijn. Ik heb daar geen antwoord op, Saro. Ik weet alleen dat mensen niet gemeen geboren worden. Er zijn heel veel dingen die ik niet begrijp, Saro. Deze brief komt misschien wel nooit af, Saro. Ik heb geleerd punten te zetten, achter zinnen. En jij zult dat ook leren. Voor nu zal ik je verhalen vertellen. Over waar ik nu ben, Zuid-Afrika. Over plekken waar rotsen zijn in de vorm van leeuwinnen. En dat er rupsen leven op bergen en dat ook daar, op de top van een berg, een vlinder ontpopt en dat er gras groeit. Plekken waar je veilig bent, waar je je thuis voelt in de gedichten van mensen die je niet kent. Waar iedereen veilig is, waar je mensen ontmoet die samen de wereld toedichten zoals we hem graag zouden willen zien. Voor de toekomst van de kleinkinderen van onze kleinkinderen. En liever natuurlijk eerder dan dat, Saro. Maar zo niet, dan is dat oké. Je kunt het maken van een kampvuur niet haasten. Je kunt er alleen nooit van weglopen. Loop nooit weg bij het vuur dat je wilt laten laaien.
Dat zul je leren, Saro. Laat je nooit vertellen dat je niet mag vechten voor je rechten, Saro. Of dat jij, wat jij voelt, dat wat jij voelt, dat dat minder belangrijk is dan het gevoel van een ander. Vind plekken waar je veilig bent, Saro. En voor zover ik dat kan, zal ik je leren hoe. Als ik over een paar dagen terugkom, heb ik nieuwe muziek om op te dansen. En daarna gaan we aan tafel. Ik zet thee, we eten crackers, misschien stel je vragen. En anders gaan we samen leren lezen en schrijven. Want dat recht, dat heb jij. Zonder twijfel. Pen en papier staan altijd aan jouw kant. Liefs, mama. Sjaan Flikweer, dames en heren. Dankjewel. En wij gaan weer heel kort pauzeren en naar de geweldige stem van Bake Yamane luisteren, ondersteund door Vincent Arp op bas. Tot zometeen. Dankjewel. Ja. For all we know, we may never meet again. Before you go, make this moment sweet again. We won't say goodnight until the last minute. I'll hold out my hand, and my heart will be in it for all we know. This may only be a dream. We come and go like the ripples on a stream. Thank you.